Het is herfstvakantie. En we zijn hier bij de Bosschuur in Wintelree. Maar speciaal voor deze vakantie een kabouterpad hebben aangelegd. Hier is de ingang van het kabouterbos. Het is een hele grote paddenstoel zoals jullie zien. En we gaan erin en we gaan eens kijken hoe de kabouters spelen, werken, slapen. En het lijkt me een heel leuk avontuur. Jullie zijn van de Smienkabouters. Ja. En doen jullie dit de hele dag? Nee, bijna de hele dag tot 1 uur. Oké, en jij had het gisteren ook al gedaan? Ja, gisteren ook een uurtje denk ik. Oké, is het druk? Ja. Oh, jij bent van de organisatie. Ja, klopt. Ik ben de voorzitter van de Bosschuur. En wij organiseren ieder jaar hier het kabouterpad. Dat is eigenlijk een pad voor kinderen. Het staat helemaal vol met allemaal huisjes, kaboutertjes die door de vrijwilligers worden gemaakt. Maar door het jaar heen hebben we hier ook andere activiteiten. Dus je kunt hier kinderfeestjes organiseren. En verder komen er heel veel scholen. Dus je kunt als school kun je ook bij ons een natuureducatie of gewoon een vrij spelen dag organiseren. Dan regelen we dat. Wat hebben jullie daar? Een stok. Een stok, goed zo. En is dat je zusje? Ja? Oké. Okay. Veel kabouters gezien? Ja. En welke is de leukste? Die in een huisje is. Die in een huisje is. Heb je die er al uitgehaald? Nee. Heb je lekker laten zitten? Ja. Oh, goed. We hebben altijd takken. Takken en die dan. Wat zie je in het huisje? Een voetbalkantine, denk ik. Oh, dat zou best kunnen. Denk je dat, dat kabouters ook voetballen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie het leuk om hier te zijn? Ik vind het wel leuk om allemaal die huisjes te zien en zo, ja. Ja? Oh, en jij? Ik vind het ook wel leuk. Ja? Jouw rode neus is bijna weg, hè? Ja. Hoe komt dat? Weet ik niet. Anders moet je een beetje lippenstift van mij hebben. Nee. Nee? Nou, dan laten we het zo, oké? Okay? Ja. Fijne dag verder. Wat vind jij van dit? Wat denk je dat het is? Een hotel. Een kabouterhotel. Hoeveel kabouters zitten erin, denk je? Vier. Vier? En wat denk je dat dit is? Kijk. Maken ze muziek? Huisje. Er komen ieder jaar weer nieuwe creaties bij. Wie verzint dat? Ja, we hebben een hele actieve groep van vrijwilligers, van man of 40, die vast iedere week hier op de woensdag actief zijn. En die creëren ook zelf alle bankjes, alle meubels die buiten staan. Blote voetenpad, insectenhotel. Maar die maken dus ieder jaar alles. Dus alle huisjes, alle poppetjes, alles, alle kabouters hier. Het zijn allemaal gemaakt door de vrijwilligers en die zijn daar dan een paar maanden mee bezig en zetten dat neer. En hier na de herfstvakantie zijn de kabouters ook weer ergens anders op vakantie. Dus ze komen speciaal voor de herfstvakantie, komen ze hier op vakantie. Oké. En waar komen al die kabouters vandaan? Ja, die kabouters, dat weten we eigenlijk niet, want die komen altijd zomaar hier. En de vrijwilligers helpen ze natuurlijk heel erg, dus die zorgen wel dat die kabouters er zijn en dat er huisjes ook zijn. Maar voor de rest, waar ze dan precies ook vandaan komen, weten we niet precies. Dus ze komen ook zomaar aanwaaien. Ze zien de andere kabouters en dan komen ze ook hier naartoe. Nou, dat is geweldig, hè? Ja, zeker. En wat zien we hier dan? Zeven dwergen. Met wie? Zoietje. Ja, ja, dat is goed. Heb je dat sprookje, dat ken je? Ja. Waar gaat het een beetje over? Over een giftige appel. Ja. Sneeuwwitje gaat slapen. Ja. Over niks. Oh ja. Voor de rest moet ik vandaag niet meer. Nou, vind ik eigenlijk ook wel genoeg hoor. Ja. Sliffie. Sliffie. Ja. Grumpy. Ja. Dok. Ik had hem vorig jaar al eens uitgekeken van Noren. Sneezel. Waarom ken je al die namen? Oh, ja, een hoekje hebben. Ja. Hoeveel kabouters zitten erin? Eén. Oh, die hebben een mooi huisje. Mooi.
Oh, hey. Oh. Dan wordt ze wakker. Dan wordt ze wakker. Kijk eens, vandaan slaapt ze. Okay. Ja, dit is de wekkabouter. Die maakt 's morgens het hele bos wakker. Als de vogeltjes gaan fluiten, gaat hij ook fluiten. Zij is in de tent aan het slapen? Moet je even praten? Ja. Ja? Laat eens kijken. Ja. Oh, ja. En zie je nog meer? Zie je nog meer leuke dingen? Ja. Iemand zit boom in de val. Oh, ja. En die? De brandweerman is er ook. Maar er is nog geen vuur. Nou, hier zien we een trap. Dit is toch wel een echte boomhut. En al die kabouters die erboven zitten, die zijn dus via dat trappetje naar boven geklommen. Komen jullie binnen? Ik ga een verhaaltje vertellen. Naast mij zit Frauke Egel en ze gaat de kinderen mooie verhalen vertellen. Doe je dat vaak per dag? Per dag doe ik het best vaak. Ik kijk altijd hoeveel kindjes er in het bos zijn. En dan ga ik op mijn toeter blazen en dan komen ze vanzelf binnen. Dan krijgen ze een appeltje. Dan ga ik een verhaaltje vertellen, een liedje zingen met ze. Een test doen over konijnenkeutels. Ja, dat is wel leuk. Dat duurt ongeveer een kwartiertje. En dan gaan ze weer het bos in, want het is prachtig weer. En het zijn meestal verhaaltjes over de natuur. Een egeltje. Maar dit is een verhaaltje met geluid, met geluidjes. Dus dan moeten jullie heel stil zijn. Het waaide er heel erg hard in het bos. Zien jullie dat? Heel het nest van egeltje was kapot gewaaid. Wat moet ik toch doen, dacht hij. Weet je wat? Ik ga bij Das logeren. Die heeft een kacheltje en er is het lekker warm. Hij deed zijn mutsje op. En zijn handschoentjes aan en zijn sjaaltje om. En hij ging op pad naar Das. Onderweg kwam hij de muisjes tegen. En die muisjes hadden het zo koud. Die piepten. Horen jullie die muizen piepen? Ja, hè? Nou, dat wil ik echt niet hebben, zei Egeltje. Weet je wat, ik doe mijn mutsje af. En dan gaan jullie fijn warm in mijn mutsje. Kijk eens hoe lekker warm. Nou, de muisjes waren er heel blij mee. En Egeltje liep verder. En toen kwam hij dit beest tegen, een otter. En die leeft ook in het bos, maar ook vaak bij het water. En omdat hij bij het water leeft, had hij hele koude handjes. En als je koude handjes hebt, dan doe je zo. En dat deed otter ook heel de tijd, horen jullie nou? Nou, zei Egeltje. Weet je wat, pak mijn wandjes maar. En Egeltje ging verder zonder muts en zonder wandjes. En het begon steeds harder te stormen. Doe maar. Horen jullie daar hoe hard het stormt? Wie lust er een appeltje? Appeltjes van de fruittuin. Lekker, hè? Allemaal een appeltje. Egeltje in een storm. Behalve het kabouterpad zijn hier ook nog diverse spellen. We staan nu bij het kastanje gooien, wat er zeer ruig toegaat. En met deze leuke spelletjes sluiten we de dag af.